Nou, mijn medicijnen zijn weer gebracht. Ook daar ben ik blij mee, ja. En ik heb tegenwoordig andere zakken. Voor mijn cholesterol en mijn puffertje, ja. Aan het voorjaar gekocht. Maar mijn zolen die zijn al door. Ik had drijfnatte voeten. Ja, lieve vrienden, een hele goede avond alweer. Ja, ik heb de hele dag nog de camera niet aan weten te raken, nee. Maar ja, welkom bij deze kleine, ultra kleine mini-vlog van Corina en de Wezenbol. Het is vandaag woensdag 23 december. En we leven al om 18:37. Ik heb vandaag druk gehad. En Jack's vader van Tere Louis geweest. Ik heb een vlog in elkaar gezet. Ik ben met de honden uit geweest. Ik ben net trouwens alweer binnen. Ik heb andere dingen gedaan. Ik ben niet eens in de boodschappen weer toegekomen. Kom ik morgen ook niet aan toe. Dus ja, ik moet met de kerstdagen met dit. Wat ik in huis heb doorzien te komen, nou dat lukt wel. Ja hoor, ik ben toch maar alleen zover ik weet, ja. Ja, en dan heb ik dus weer gelopen, die kan ook dan eventjes afgesloten worden, zo. En het regent hier de hele dag altijd hier, nou ja, niet echt weer om naar huis toe te drijven van oh heerlijk, nee, de hele dag regen en nog eens regen. Het houdt gewoon niet op vandaag. Ja, af en toe is het even wat minder dan de andere keer, want dan is het zo'n een beetje wat er valt en dan komt er weer een hele plensbak naar beneden. Nou, mijn medicijnen zijn weer gebracht, ook daar ben ik blij mee, ja. En ik heb tegenwoordig andere zakken. Voor mijn cholesterol en mijn puffertje, ja. Ik gebruik dus Pyriva voor mijn longetjes, ja. En pijnstillers heb ik, ja, en weet ik veel. Oh ja, en dan die grote doos deze, dat is voor mijn cholesterol. Dus ja, en ze hebben nou andere zakken, bruin in plaats van wit, met groen. Nou ja, oké. Okay. Ja, bezorgtasjes, hè. Ik ga weer weg. Rijken, waar ben je? Hallo. Hop. Lekker. Heerlijk toch om dat zien te doen. Heerlijk. Ja, dat doet Elwin weer niet. Nou ja, oké, ieder zijn ding. Hey, Kandelvie. Kandelvie. Ja, man. Nou, en die laarzen, nou ja, hoe lang heb ik die? Nog niet eens, niet zo heel erg gekke lang. Die heb ik aan het voorjaar gekocht. Maar mijn zolen die zijn al door. Ik had drijfnatte voeten. En ik wist niet hoe dat kwam. Nou, daar dus door. Ik weet niet of dat gemaakt kan worden, wat dat gaat kosten. Ik weet het niet. En die andere idem dito. Ja, ik weet het niet waar. Eventjes omdraaien. Dat was ook ergens. Ja, daar ook. Diezelfde kant. Nou ja, en ik had drijf naar de voeten, dus ik heb oude laarzen opgezocht die ik nog nooit aan had gehad. En die ik ooit gekocht heb, splinternieuw, voor een euro, omdat ze op moesten. Dat was een winkel die failliet was gegaan. En dat werd even in een pand gedaan waar eigenlijk niks gekocht in werd. En er zit nou, ja, elektriciteit in, het is van buitenlanders. Maar
Ik hoop dat ik nou droge voeten heb gehouden. Dat moet ik nog even controleren. Ja. Dus dat zal ik zo eventjes doen. En nou ja, ik ga ook eten en de televisie aandoen. En wat ik al zei, het is een korte vlog. Omdat ik het helemaal er niet aan toe ben gekomen om hem te pakken. Om... überhaupt, ik heb er niet aan gedacht. Helemaal niet. Zo druk, zo bizar. Ik wou dit doen en ik wou dat doen en ik wou zus doen. En ik ben gewoon niet aan jullie toegekomen. Mijn excuses daarvoor. Gaat mijn neus ook nog lopen omdat ik van buiten naar binnen kom. Ja, ken je dat? Mag ik even bij? En het is zo nat dat ik het zelf de tuigjes van Rijka en de riem van Elwing en de loopriemen en wat ik om mijn middel heb, het hele mikmak hier op de kachel moeten leggen. Want zo nat is de boel nou. Echt. Ik gisteren, nee, wanneer was het? Heeft het me ook 2 jassen gekost. En mijn regenjas. Vandaag, nou in mijn regenjas is nou nog nat van vanmiddag. Dus zo'n bak kreeg ik over me heen. Maar ja, je hebt je regenjas over je normale jas heen. Dus mijn regenjas was nu nog drijfnat. Dus ik kon nou gewoon normaal mijn normale jas aandoen. Die is ook wel waterdicht. Maar die is korter dan mijn regenjas. Mijn regenjas is heel lang. En dat is makkelijk ook als je bij wijze van spreken op een fiets zit of op een scootmobiel, dat je benen wat droger blijven. Ja, en ik heb er zo'n tussenstukje ook voor. Maar in ieder geval, die hangt nog in de kast te drogen, die regenjas. Maar nou is mijn normale jas ook drijfnat, dus die hangt nou weer in de hal boven de kachel te drogen. Ja, het houdt niet op. Nou, die tas ben ik ook nog steeds niet aan toegekomen. Nou ja, het hangt me niet op mijn rug, weet je. Dus laat maar. Morgen kom ik er ook niet aan toe. Nee. Want morgen dan wil ik sowieso mijn haar proberen te doen. Dat ik er morgen aan het einde van de dag er netjes de pik mooi erbij kan zitten. En anders... ja, weet ik veel. En misschien dat ik het vanavond al was. En dat ik er morgen even paarse gel erbij in doe. En ja, gel weet ik veel van dat, dat crème, weet ik veel hoe dat heet. Je hebt er ook gewoon helemaal blank, naturel. En ik heb dus paars. Nou, dan doe ik er wat paars bij in. En dan, ja, vanavond even wassen desnoods. Tussen de bedrijven door. En dan kan ik er morgen gewoon een beetje paars erbij in doen. En dan zit dat ook weer goed. En dan kijken waar mijn glitter is gebleven. Dat heb ik ook in. Want morgen is het kerstavond. En morgen aan het einde van de dag wil ik proberen of het lukken gaat. Is vraag 2. Ik beloof niks. Belofte maakt schuld. Wil ik online, zo op Facebook eerst, in mijn grootste groep, 50 plus. En dan, desnoods kan ik dat filmpje delen naar andere groepen, om dat te delen. En even op YouTube kom ik online, kijken hoe dat gaat met mijn webcamcamera, ik dat niet weten. Om dus even een kerstgroet te doen, een kersttoespraak. Ja, ik heb dat vorig jaar ook gedaan, maar toen deed ik dat met mijn mobiel. En ik probeer het nou met mijn webcam. Ja, dat moet toch lukken willen, denk ik, toch? Ja, toch? Maar oké, okay, ik ga nu... mijn eten is ook zover klaar. Ik heb die zak gekookt. Wat gisteren in de... de koetekootas dan, die worteltjes met koolraap en zoete aardappel. Dat ga ik zo meteen proberen te stampen. En klaar. Ja, zuurpan opzetten, rookworst erin, klaar. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ik zou zeggen, welterusten, nee, niet welterusten. Een hele liefdevolle avond gewenst. En geniet daarvan met z'n allen, met wie je ook bent, je dieren of je kinderen of
kleinkinderen, als die bij je logeren of wat dan ook. Geniet ervan. En verlaat ons de avond uiteraard wel terug. Slaap lekker. Met hele mooie dromen. En uiteraard weer gezond uit je bed zien te komen. En dan zien we hopelijk jullie morgen weer. Maar ja, sowieso probeer ik het online. En dan zie ik jullie ook. Dus gezegd, lieve vrienden, geniet. En tot later. Doei!